Ja, voorzitter, als de heer Bosma en de PVV wil uitleggen waarom zij deze extreemrechtse omvolkingstheorie aanhangen, van harte welkom, maar niet in dit debat, geen steun. Mevrouw Van der Plas, BBB. Sorry, ja, dat vind ik ook echt een bizarre opmerking. Dat mag wat mij betreft wel door de voorzitter op worden ingegrepen. Dat is echt heel erg dit. Het is een natievergelijking. Ja. Wacht even, Sjoerd, oude veteraan. Wat heb jij nou weer voor oorlogstaal uitgekraamd? Althans, Tweede Wereldoorlogstaal. Want Martin hier, die vindt het helemaal een natievergelijking. Een natievergelijking. Nou, kom op, Martin. Of sta je, Martin, daar? Het is toch niet de eerste keer dat we elkaar extreemrechts noemen? Of ik, wat? Ik word alle dag extreemrechts genoemd. Ik zou niet eens weten wat het betekent. Alsof ik Joden haat. Ik haat iedereen die zich saboterend tegenover mij opstelt. Goed. Wie ziet naar de voorzitter? Sjoerd, hou even je kop dicht. Voortaan. Voordat je weer met je D66 praatjes hier een beetje de boel komt te verstieren, kerel. Vorige maand hebben we dat ook al een beetje meegemaakt. Toen had je ook al je mouwen opgestroopt. Om volde tegen Poetin in de aanval te gaan. Maar we weten allemaal, Sjoerd, dat je vroeger, toen je nog op school zat, gewoon een grote flapbrol was die door de hele klas werd uitgescheten. Sjoerd, Sjoerdsma. Verzin je toch niet?